We hebben nu geen leiders die op niveau werken. Net nu hebben we dit van niveau nodig. En het is dit jaar dat ze zich eigenlijk als pubers hebben gedragen. Zo hard als pubers, hè, dat zelfs pubers dachten dat ze mee konden doen. Ja, maar ja, als dat gebeurt, hè, als pubers denken dat ze dat ook kunnen, weet je wat je dan krijgt? Aluna! Nu, pas op, ik weet, hè, er zijn mensen voor Aluna, er zijn mensen tegen Aluna, weer al. Ik kies geen partij, maar over één ding zijn we toch allemaal eens. Zij kan een pakje zagen. Maar die kon zagen, jongens. Weet je wie Aluna mij deed denken? Als op de alarm van uw autogordel. En je weet dat dat goed is voor u, maar dat is irritant. En ik was Aluna haar grootste fan, hè? Echt waar, hè? Tot ik een interview van haar las in de Knak. Want daar zei ze, weet je wat ik toch een klein beetje jammer vind? Dat er zo weinig allochtonen mee hebben gedaan met het klimaatspijbelen. Ik dacht in mijn eigen, dat gaan we eens wel naar school, is toch niet goed? Ja, maar spijbelen, dat was van ons, hè? Wij hebben dat uitgevonden, hè? Zij heeft dat gekolonialiseerd. Wij gingen vroeger spijbelen, weet je waarom? Hè? Dat, niemand deed dat vroeger. Dus als wij gingen spijbelen, dan vonden de meisjes die vonden dat sexy, snapte? Maar ja, nu kunnen niet meer spijbelen, hè? Want iedereen doet dat nu. Och, arme mijn broer, hè? Die zit nu elke dag na school wiskundeoefeningen te maken voor de maskers. Ja, stond hij daar nu zielig op de speelplaats, hè? Hé, hey, meisjes, willen jullie mijn vierkantswortel zien of wat? Trouwens, dat is logisch dat wij niet mee gaan betogen, hè? Mijn bompa heeft dat dier niet kapot gemaakt, hè? Mijn bompa die was rustig in Marokko tomaten ontkweken. Mijn bompa heeft CO2 negatief geleefd. Ik heb nog krediet. Daarom koop ik ook allemaal van die dikke bakken, hè? Wij kopen dat op krediet. En om maskers te versieren. Ja, het is toch zielig om nog meisjes te gaan versieren met een busypas. Allee, dat is toch geen zicht. Hé, dat gebeurt of zo. Hé, psst, hé, meisje. Hé, psst, hé, 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 meisje. Hé, wil je met mij Turken doen of wat? Maar ik respecteer wel Aluna. Want mensen zeggen, ja, maar ze heeft dat te lang gedaan. Ja, dat is logisch, want ze wou eigenlijk maar een paar weken spijbelen. Hè? Maar als de politici niet bij de les blijven, hebben we haar eigenlijk gedwongen om uit de les te blijven. Hè? Dat is een beetje eigenlijk onze schuld. En Aluna, weet je wat ik daar ook wel grappig aan vind? Zij is ongelooflijk politiek correct, hè? Je moet altijd de juiste termen gebruiken. Want bij een interview vroegen ze aan Aluna, zeg Aluna, hoe is dat voor u als meisje om uw mannetje te staan? Niet zo, ik ben wel geen meisje of geen mannetje, hè? Ik ben dus wel genderfluid, hè? Ik kende dat woord niet zo, hè? Ik heb die vertaling moeten opzoeken van genderfluid. Ik las geslachtsvloeibaar. Ik dacht, Het grappigste vond ik toen dat zo Aluna zei, weet je wat we nodig hebben voor een beter milieu? Minder mensen en minder rubber. Ik zeg, nu ga je moeten kiezen, schatje. Maar ik zeg, het is de schuld van de politici. Hè? Omdat zij niet bij de les zijn, kan zij niet naar de les. En binnenkort heeft Aluna geen diploma. En ik vind dat eigenlijk wel erg. Als zij geen diploma heeft, ja... In Borgerhout wordt klimaatspijbelen al als excuus gebruikt omdat er geen diploma's zijn. Heel Borgerhout heeft meegespijbeld. En ik heb een goede vriend, ik weet niet of jullie hem nog kennen, hey, dat is Zotte Mo. En Zotte Mo die gebruikt het klimaatspijbel nu ook als excuus. Hey, Zotte Mo is gaan solliciteren voor een job waar hij het juiste diploma niet voor had, maar hij is toch gegaan. En ik vond het al geniaal. Hij zei. En want die man zei zo tegen hem, meneer, u komt hier solliciteren, maar u hebt niet... het juiste diploma, waarom bent u gekomen? En zo. Hey, kijk, meneer. Normaal, ik had die diploma, ik had die al 7 keer, snap je? Dat is niet moeilijk voor mij. Ik ben slim, jij kent mij nog niet, jij kent mij nog niet. Maar ik was bezig, snap je? Normaal, ik ging diploma halen, ik was aan het studeren, maar ik zag klimaat, snap je? Ik moest die klimaat gaan redden, snap je? Ik weet niet wie zij is, maar ik moest haar redden, snap je? Ja, belangrijke mens, snap je? Snap je? Daarom, ik was klimaat aan het redden, daarom heb ik geen diploma, snap je? Dus geef job, kom, geef job.
En die meneer was zo wel onder de... Amai, meneer, hebt u dan zoveel last van zijn uitstoot? Hij zegt, ja, sahwe, als ik bon heb gegeten, dat is niet normaal. Die meneer was niet meer onder de indruk. Die zo, ja, meneer, u krijgt van ons nog wel een telefoontje. Ah, dat is goed. iPhone 10, alstublieft. Maar je gaat niet alleen Anuna dit jaar. Je gaat nog iemand straffer, hè. Person of the year, hè. Greta Thunberg. Oh, hebben jullie die speech van haar gezien? Huh? You take away my dreams, my youth, my childhood. How dare you? How dare you? How dare you? Ik zeg, doe nice, kalm, jongen. Zelfs Jan Bon vond dat hij overdreven. Die zegt zo, oh my, die Greta die communiceert veel te kinderachtig. En toen ging hij verder Angry Birds spelen. Zo. Toen ik Greta zo zag roepen, ik dacht, oh ja, dreams, my youth, take away everything. Toen ik haar zo zag roepen, dacht ik, oh my Greta, jij gaat 3,5 miljard mensen kwijtraken. Alle mannen. Want elke man denkt, hey, ik heb thuis al een hysterisch wijf, geen twee. Hè. Maar dat was bij mij thuis ook. Ik zat rustig in mijn zetel, ik was aan het kijken. Zo, you take away my dreams, my youth, my childhood, you take away everything. How dare you? How dare you? Ik zat tegen mijn vrouw, zeg, schatter, jij hebt gehoord, als er toch over. En zei, rob dat die sokken op. Waarom robt je nooit die sokken op? Pak dat die wasmand en rob dat eens op. Ik zeg, kalm allebei. Ik heb die wasmand gepakt. Ik heb die in het gat van de ozonlaag gestoken. Ik zeg, voilà.